natuurlijk vanaf de tweejarige leeftijd. Het eerste jaar natuurlijk een beetje meer, dat is wat moeilijker. Dan zit je bij 4-jarige, bij de 5-jarige, die wijze volgende week 6 worden. Maar het tweede jaar, dan ga je je vruchten plukken van wat je het eerste jaar geleerd hebt. En zo gaat het al hier bij die mannetjes van, en dametjes van 4 en 5 jaar. Volle bak in de baan met de rollerbladers zijn in Langerijs, Jacob Becker, Petter Verkeer, Stefan Winters, Robbie Kerkhoff, Jesse de Veer en Jimmy Struijs. Hij zit de hele dag al goed in het wiel, Jesse de Veer. Volgens mij alles één gereden, dus daar gaan we nog heel veel terug zien in de toekomst. En ook een man die we nog veel terug gaan zien, dat is de Langerijs. Hij pakt de derde positie daar. Superklasse is om de punten te verdienen. Daar pak je geen kastprijs mee, maar dan worden de punten te veel aan het eind van het halve seizoen. Heel belangrijk dat je daar elke race bij te voegen natuurlijk. We moeten een aantal races gereden hebben om daar in de puntenklasse met erbij te blijven. En dat geldt zeker voor de rijders die hier vooraan zitten. Namelijk Tron is dat bijvoorbeeld, moet ik even kijken, dus die snelle dame. Dat is Jim Richters namens Duland. Maar als je daar moet zijn, als je daar opnieuw mee komt. Ook hij zit erbij. Straks is die halve finale erbij. En zie ik daar ook namens de groep van Sauer Schaffer. 27 en de baan 29 van 49. Superklasse 76 jaar. Kijken we naar Jurgen de Leijers, die in Kussen en Burgraaf. Wie dat dan had? Johan Kooijman en Postel. Vier rijders naar een halve finale daar. Wie de positie verloopt voor de man met het plaatje 3-1-1. 311 Rensburggraaf namens Gelderwolse. Hij pakt zich straks aan het sluiten bij de grote man en die grote dames voor die halve finale. Deze 30 in de baan, superklasse 76 jaar geleden, tweede groep nogmaals. Halve finale moet er geplaatst worden straks. Hensie van de Donk, Hensie van Kampen, die kerk op die herkens, zonder van de pijl, deze voorbij. Amazon hier de thuis met een stil nieuwe rijders vanmiddag op de baan. Natuurlijk om dat even die sfeer te komen van de wedstrijd, hoe gaat het allemaal? En dan krijg je ook met de. Toch al de jonge maar ervaren mannetjes gemaakt als de kerkhof. Heel veel al als kerk gereden om verschillende wedstrijden te zien. Maar Jimmy Henk is daar op een mooie positie zit er goed bij. Deze evidente de baan, superklasse 76 jaar, dat blijven we nog even. In de laatste race met Rick Schakeraad, Jeffrey Lammens, Laura Paas, Spencer de Maas, Spencer Maas na dit jaar in de laatste, Nika Schmanenberg en Justin van der Loo. Ja, in de laatste ook hij begon het eerst niet gevallen, maar het komt helemaal goed vanmiddag aan de eindje komen in die competitie. Ook Laura Paas ook even gevallen, het komt allemaal goed. En het loopt in de vierde positie heel belangrijk voor Femke Maas. Maar een sprong in de snelheid en de leeftijd met de superklasse 8-9 jaar. Nogmaals, 8 en 9 jaar, 2 jaar in de leeftijd is het. Je zit daar 2 jaar in de groep. Eerste jaar is het natuurlijk even zwaar en even aantrekken, even ervaring op u. Maar 2 jaar ga je de structuur ervan plukken omdat op de jongere leeftijd erbij komt. Vierde positie hier verlopen voor Bas Kuurman namens Duland. En hou je dat vast, dan ga je naar een kwartfinale. Deze groep is nog reden dat voor de 8 en 9 jaar gedaan, de meeste van vanmiddag hier. En deze 30 minuten in de baan wil ook. Hier de superklasse 8, 9 jaar met Rick van de A, Jerry O'Brien. Die komt met zijn tijdsloos op, is ook niet meer aanwezig, moet ik zeggen inderdaad. En 4-73 is het dan misschien wel een beetje richting een 7-30 kracht van Rumroy en Tom van Assen namens Amazonie. Maar als je daar brengt namens de rijrijders die daar aan kop gaat, 4 plaatsen te verdelen, 4 tickets voor de kwartfinale. En dan is
voorlopig 473, team van de wetering. Hij lijkt dat ticket te pakken. Dus ik was 8-9 jaar in de goal met Tiger 12, moet ik zeggen natuurlijk. Max Nijt van steeds vandoor, Hans van Blakken, die had de goal. En het is daar heel belangrijk, het is daar Nijkamp namens Kelder Hansen die daar met zijn plaatje 306 die in de vierde positie pakt. Nijkamp nog niet zoveel gezien op de regels, maar doet die hele goede zaken door in die kwartfinale te melden. Het is de superklasse 8 jaar van met de linkerbeen op de andere bij spelen. Rob en Jan van der Pel, dat is van Hollandse Gijs Volgers. Maar namens de boekers is het linkerbeen dat daar uit de dag van staat. Dan is het volgens mij Wessel van Holland inderdaad die daar op de tweede positie komt. En ook hier is het vierde positie, Jan Kruijs, Jan van Pakken die dat kwartfinale ticket. Dat lijkt volgens ons te zijn voor Carlo van Wijk. Hij is 36 in de baan van 49. Superklasse 8-1 jaar met Jochem van Adelbeek. Op hetzelfde met zijn groene groene winnen. Nu ga je in de tijd van Dat is een hele mooie derde positie.
En dan was het voorlopig, even kijken, 455 Damian. Volgens de leeftijd inmiddels, het gaat over de superklasse straal kennen. Ja, met de Toren van de Heuvels, Timmermans van de Kamp en Roy Vos. Voor deze rijders geldt 4 rijders in een halve finale. Het is een man met 3,52 op de bord, die komt in de hand, die laat dat niet aan toeval over. Die zit gewoon bij die halve finale vanmiddag. En we zien nog wel een favoriet voor die finale. Dan inmiddels de dames in de baan. Dames en heren van 12 en 13 jaar, inmiddels superklasse 12 en 13 jaar, Sam Hooghakker, Margeja, Lieke Maas, Max Tombo en Anja Jacobs. Laatste twee te doen hier op kop in de thuisbaan, natuurlijk over dat ze jullie hebben stukje. We hadden aan gewerkt de afgelopen weken en wie daar ook overheen gaat, via de 50, die pakt dat ook inderdaad even mee, via de 50, Margeja, is namens de kant. Pak ook je handen, ja. Superklasse straal 13 jaar gehaald, deze 44 met de Sopbom, Hekkerbom, Smit, Boven en Brok. Maar het is een Brok die daar bij naam van de Duitsbaan Brok gaat. En hier is het belangrijkste gebied voor Henry Boven, voor namens Duitsland. En we blijven met de tijd vanaf 30 jaar met de superklasse nog steeds de 45 van de Ingenieur. Met de Dekker, de Jong, van Leijten, Hassel en Verstappen. Maar ik denk dat het Verstappen is. Verstappen die pakt nog even een mooie derde positie zo gemakkelijk op het lijn. Van Leijten die gaat ook mee, die tellen ook mee in de halve finale totaal. D46 in de baan, de superklasse, de Fish Plus en de Cruisers erbij. Alles bij elkaar, de Fish aan de Rijks, van de Noord, maar de verwijzing om de Fish, die kennen we nu, maar de Fish en de Maar het is de Spolman die daar vandoor gaat, die pakt dat als eerste, die komt als eerste hier door. Dan is het 3 minuten van het afsluiten volgens Christiane van Eesaan. Ook zij zit in die halve finale gedaan met die superklasse 14+. En die komt er dan al tegen vervolgens. Nou, dat past ook van Huisvorm, Christi Holt en de producer, Martje Maas, Leroy van Aastel, Robin van Meld, Jeffrey Pagnaal, dat kunnen ze allemaal zijn. Want, het is een hele brede en sterke groep vooral. Die rijden van de 14 plus en de cruisers erbij. Dus één brede klasse. Maar voorlopig die klasse gaan dan toch bovenaan naar Leroy van Aastel. Dat is een beetje te verwachten natuurlijk. Sterke rijders zien we hier vanmiddag. Maar een mooie vierde positie dan voorlopig voor Robin van Meld. En dan hebben we een mooie volle kant op de 14 plus en de cruisers nog. Boysjoeman is dan op de Barbara de Groot. Barbara de Groot is er trouwens niet bij, moet ik inderdaad zeggen. Die is op vertrokken, als eerder gemeld. Dan is het Dennis van Doesburg, Danny van Doesburg. Ik weet niet of die al binnen terug in de baan natuurlijk is trouwens verschenen. Jordi Jans, Ayers Prins, daar is van de keuze. En de kop gaat dan Danny van Doesburg inderdaad. Deze de baan van de Bosnië. Deze kreeg de Pinnenplus en de Cruisers. Met Kees Thomas, Raven, John Deun, Steven Melner, Chelsea Boekmullen, Jury Nederkorn en Alex Verstegen. Het is een valse tijdje geweest samen, die rijdt weer door. 4 rijders naar een halve finale. En dat vierde ticket lijkt dan voorlopig te zijn voor Raven.